röntgenfoto's, MRI-scanners, allemaal zeer nuttige dingen in de medische wereld. Maar al die straling geeft natuurlijk ook risico's met zich mee. Daar gaan we het de keer over hebben. Straling is gevaarlijk omdat het ioniserend is. Wat was ioniserende straling ook weer? Dat was straling die het in zich heeft om elektronen los te kunnen maken. En daardoor ontstaat schade, bijvoorbeeld in het DNA. Waar moet je op letten om te kijken hoe schadelijk iets is? Nou, allereerst moet je kijken wat voor soort straling het is. We hebben drie soorten gehad, namelijk alfa, beta en gamma. We gaan het eventjes weer bekijken wat het verschil was tussen deze. Kijk, hier hebben we de drie deeltjes in beeld. Hier is het alfa deeltje. Een alfa deeltje dat is eigenlijk een heliumkern en die is behoorlijk groot. En dat betekent dus dat hij eenvoudig door een stukje papier kan worden tegengehouden. Maar, ondanks dus dat een klein doordringend vermogen heeft, kan hij wel behoorlijk wat schade aanrichten, want juist omdat hij groot is, kan hij makkelijk een elektron raken. Oftewel, een alfa deeltje heeft een groot ioniserend vermogen. Het beta deeltje, dat is hier zo, is veel kleiner. Een beta deeltje is een elektron. Die kan ongestoord door je papier heen, maar een klein stukje metaal kan hem wel tegenhouden. Dit betekent dus dat het beta deeltje een groter doordringend vermogen heeft dan het grote alfa deeltje. En omdat hij misschien wel groter doordringend vermogen heeft, maar hij is kleiner, dus hij kan ook moeilijker een elektron ergens wegschieten. Dus het heeft een klein ioniserend vermogen. En tenslotte, de straling die niet uit deeltjes bestaat, maar wat een trilling is, die gaat bijna overal doorheen. Ja, het kan door een groot betonblok of lood enigszins worden tegengehouden, maar het doordringend vermogen van een gamma-deeltje is zeer groot. Maar omdat het dus geen deeltje is, zal hij ook maar een klein ioniserend vermogen hebben, kleiner dan een beta en natuurlijk zeker kleiner dan een alfa deeltje. Maar een gamma deeltje is dus vooral gevaarlijk omdat hij heel moeilijk kan worden tegengehouden, maar het ioniserend vermogen is daarentegen weer klein. We gaan weer even verder, want behalve afhankelijk van soort straling moet je ook letten op de energie van de straling. En dan kijken we vooral even naar de gamma straling, de trilling. Waar is de energie van afhankelijk? Nou, die is afhankelijk van de frequentie. Ja, hier zie je de frequentie. En lage frequentie betekent dat het ook lage energie is. En lage energie betekent dat het weinig schade kan aanrichten. Maar als je hoge frequenties hebt, heb je ook veel energie. En veel energie betekent dat er ook veel stukken gaan. Dus hogere frequentie, hoge energie, veel schade. Energie van straling dus, vooral letten op frequentie, hoge frequentie, veel schade. En tenslotte is het effect ook nog afhankelijk van de intensiteit van de straling. Hogere intensiteit betekent meer schade. Dat kom je bijvoorbeeld tegen als je lekker eventjes je gaat bruinen, zonnebankje nemen, maar daar wordt vooral opgelet ook op de duur en de intensiteit van de zonnebad. Ja, hoe fel worden de lampen aangezet? Dat is wel even belangrijk. Te fel, te veel intensiteit en dan verbrand je en dat is niet gezond. Stralingsdosis is een manier om aan te geven hoeveel energie ergens opvalt, oftewel hoe schadelijk het is. Stralingsdosis, dat is de hoeveelheid energie, stralingsenergie, die een lichaam per kilogram ontvangt. De grootheid stralingsdosis heeft natuurlijk ook een symbool, gelukkig niet een al te moeilijk symbool, namelijk de hoofdletter D. En het is de hoeveelheid stralingsenergie per kilogram, dus de formule is ook heel logisch. De formule is de energie, de stralingsenergie, en dat ABS staat voor absorptie, dus de geabsorbeerde energie per kilogram, dus je moet delen door de massa. Let op, massa in kilogram. De eenheid hiervan, nou de eenheid van energie is joule en van massa is kilogram, dus is de eenheid joules per kilogram.
We gebruiken deze eenheid joules per kilogram eigenlijk niet. Bij voorkeur gebruiken we voor stralingsdosis de eenheid gray. Ja, dus gray is eigenlijk joules per kilogram. Je kunt het ook vergelijken met bijvoorbeeld wat we ook hadden bij vermogen. De eenheid van vermogen, wat, is eigenlijk joules per seconde. Nou, hier, gray is dus een vermomming voor joules per kilogram. Even een voorbeeld met stralingsdosis. Druk eerst even op pauze om dit stukje tekst te lezen. Oké, ik ga vanuit dat je het gelezen hebt. Dit stukje gaat over stralingstherapie, een zeer nuttige stralingstherapie. En die stralingstherapie die wordt genoemd de Boron Neutron Capture Therapie. Ja, wat tegenwoordig ook nog zeer vaak gebruikt. Het is afkomstig van een examenopgave. En die examenopgave ging als volgt verder. Nou, lees ook weer eventjes door, dus weer even op pauze drukken. Dan gaan we zo meteen weer eventjes stap voor stap verder. Goed, allereerst de eerste opgave. Ja. Dat gaat over deze reactievergelijking. Ja, deze reactievergelijking. Dit is trouwens geen vervalvergelijking. Vervalvergelijking, dat staat aan de linkerkant van de pijl, maar één. En je ziet dat hier twee dingen staan, namelijk de kernboor en een neutron. Ja, en dat is dus wel eventjes iets anders. Maar het principe is hetzelfde. Ja, gevraagd wordt van, hey, vul nou op de lege plekken een getal in. Nou, probeer het eerst weer eventjes zelf. Ja, dus pauze. En ik ga ervan uit dat je nu alles weer hebt opgestart. Allereerst gaan we naar het element boor of borium toe. Je zoekt even op in BINAS wat atoomnummer is. Hè, want die 10 dat is natuurlijk niet het atoomnummer. Hè. 10 is het massagetal, het aantal neutronen en protonen samen. Hieronder komt het atoomnummer staan en volgens BINAS is het atoomnummer 5. Dus hieronder komt de 5 te staan. Dan gaan we even naar de andere kant, want hier heb je het alfadeeltje. Een alfadeeltje, een heliumkern, daar moet je gewoon van weten ja, dat daar de twee getallen staan 4, 2. He, helium heeft als atoomnummer 2, heeft twee protonen in zich. En het massagetal van het alfadeeltje is 4, ja, twee protonen en twee neutronen. Goed, dan heb ik dus hier onder staan 5 plus 0 is samen 5. Hier heb ik 2, dus hier moet komen te staan een 3. Dit had je trouwens ook in BINAS kunnen zoeken. Ja, want als je in BINAS opzoekt lithium, dan zie je inderdaad dat het lithium atoom nummer 3 is. Bovenaan staat hier 10, daar 1, dus samen 11. Ik heb hier een 4 staan, dus moet hier om samen 11 te komen ook nog een getal staan, namelijk 7. En dit is het hele oplossing. Valt best mee, hè? Dacht ik. Opgave 2. Nou. Ook hier weer eventjes kijken wat het precies inhoudt. En ga eerst eens gewoon de gegevens opschrijven die in die tekst verborgen zijn. Ja, druk even op pauze. Pak even pen en papier. Schrijf even de gegevens op. Dan gaan we zo meteen verder. En daar zijn we weer. En we gaan natuurlijk verder. De gegevens hier zijn 1,2 gram. Dat is de massa. Hè, let op, ik ging op stralingsdosis. Moest je de energie delen door een massa in kilogram, dus ik moet straks wel in kilogram. Ja. Ik heb zoveel boriumkernen die reageren en iedere reactie heeft zoveel joule aan energie. Ja. De uitwerking hierbij, ja, die staat hieronder. Ja. Je ziet dus gebruik wordt gemaakt van de formule voor stralingsdosis E gedeeld door M. De energie die is het aantal kernen keer de energie die bij één zo'n reactie vrijkomt. Hè, want je hebt zoveel kernen, dus heb je ook zoveel reacties. Dan heb je 2,74 joules. Massa wordt een kilogram gedaan. En het wordt ingevuld. En dan krijg je tenslotte als antwoord, let op significantie, twee cijfers significant. 2,3 keer 10 tot de macht 3 gray. Je had ook mogen zeggen 2,3 kilo gray. Goed, tot zover dit voorbeeld. We gaan verder. Behalve stralingsdosis kunnen we ook spreken over dosis-equivalent. Dosis-equivalent is eigenlijk een uitbreiding op
de stralingsdosis. Het lijkt ook erg sterk, de definitie van dosis-equivalent, namelijk de omschreven dosis-equivalent is de hoeveelheid stralingsenergie per kilogram, wat de dosis is, maar nu rekening houdend met het soort straling, want de soort straling, alpha, beta of gamma, is van invloed op de schadelijkheid ervan. Het symbool voor dosis-equivalent is de hoofdletter H en het is dus eigenlijk bijna gelijk aan dosis, alleen rekening houdend met soort straling. En als formule kun je dan ook gewoon zeggen van dat dosis-equivalent, ja, die dosis-equivalent is gelijk aan dosis, de stralingsdosis, alleen dan wordt nog keer een constante gedaan. En de constante, dat is de zogenaamde stralingsweegfactor. En de stralingsweegfactor, ja, dat is weer afhankelijk van het soort straling. Stralingsweegfactor, die kun je vinden in natuurlijk BINAS. Ja, BINAS, tabel 27D. Ja, daar staan dus diverse weegfactoren voor de radioactieve straling. Er staan aardig wat stralingssoorten meer dan dat wij behandelen. Welke moet je kennen? Nou, dat is allereerst daar bovenin. De beta-straling en de gamma-straling. En dat is eigenlijk ook röntgenstraling. Die heeft een stralingsweegfactor van 1. Dat betekent dus dat voor beta- en gamma-straling dosis-equivalent gewoon gelijk is aan stralingsdosis. Want ja, dit is gewoon 1. Dus het maakt niet zoveel uit. Ja, voor alfa-straling is het wel anders. Voor alfa-straling is het 20. Dat betekent dus dat bij eenzelfde hoeveelheid straling, ja, de alfa-straling 20 keer zoveel impact heeft. Alfa-straling is gevaarlijk. Gelukkig dat het maar een weinig doordringend vermogen heeft. Goed, de eenheid voor dosis-equivalent, dan zou je zeggen van oké, het lijkt ontzettend op de stralingsdosis, dus heb je ook een gelijke eenheid. Dat is wel zo, de eenheid is ook hier joules per kilogram, maar in plaats van joules per kilogram of gray gebruiken we als eenheid de sievert. Sievert is de eenheid voor dosis-equivalent. Oké, we gaan weer even verder, want die risico's die zich bij zich meebrengen, ja, dat uit zich in dat iets bestraald of besmet wordt. Wat is nu het verschil tussen een bestraling en een besmetting? Wat is erger? Nou, allereerst de bestraling. Als iets bestraald wordt, dan wordt het van buitenaf bestraald. Ja, dus bijvoorbeeld inderdaad zoals hier op de foto een bestraling, hè, van buitenaf. Voordeel van deze bestraling is dat je het eenvoudig kunt afwenden. Ja, je schakelt de bron uit, je doet de bron weg of je doet iets tussen de bron en je lichaam in en je bent het kwijt. Dus het is eenvoudig op te lossen. Besmetting is anders, want bij besmetting betekent het dat die bron niet meer op een afstand zit, maar kan zich echt op het lichaam bevinden of zelfs nog erger in het lichaam. Dat betekent dus dat je het niet zomaar eenvoudig af kunt sluiten. Dat was bijvoorbeeld met Tsjernobyl aan de hand. Ja, Tsjernobyl, een kernreactor in Rusland die ooit is ontploft. En daardoor kwamen allemaal radioactieve deeltjes in de atmosfeer. En die radioactieve deeltjes die gingen mee met de atmosfeer, met de wind. En als het een keer gaat regenen, ja, komen die radioactieve deeltjes op het gras. Nou, op het gras, daar lopen koeien. Ja, zolang ze niet in de stal zijn, dan lopen die beesten ook nog wel eens op het gras. En die hebben gras op hun dieet staan. Dus die eten gras en betekent dus dat die radioactiviteit in de koe komt. En zodra iets in de koe komt, komt het ook vanzelf, precies, in melk. En melk is goed voor elk, dus je drinkt het melk binnen en dat betekent dus dat ook de radioactiviteit in de mens komt en betekent dus dat er een besmetting optreedt van de mens. En dat krijg je dan weer, dat een hoge stralingsdosis vooral in de schildklier komt, want daar, he, het ging vooral over radioactief jodium en jodium heeft eigenschap dat het zich daarin ophoopt. Ja, vandaar
dat mensen ook jodiumtabletten kregen om de hoeveelheid jodium in feite gewoon te verdunnen. Dat. Maar het punt is wel natuurlijk, als je besmet raakt, dan heb je kans op schade in bijvoorbeeld je DNA. En dat is niet fijn. Ook in Binas en ook in tabel 27, maar dan tabel H, kun je zien wat straling met je lichaam doet. Ja? Stel je voor, je hebt dus een dosis, ja, we spreken hier nu even over dosis, van een half gray, dan zal dus in het rood beenmerg al een verminderde bloedvorming optreden. Ja, en voor ooglinzen bijvoorbeeld, ja, een stralingsdosis van 2 heeft tot gevolg dat je lens troebel wordt. Ja, en haaruitval is niet alleen door ouderdom, maar kan ook door stralingsdosis wezen. Ja, een stralingsdosis van 5 betekent dat je haaruitval krijgt. Dus ja, hier ja, de effectieve totaal lichaamsdosis en dan hier in millisievert, ja, 100 millisievert. Witte bloedcellen worden minder. Ja, en je kunt zo naar beneden toe. En je ziet hier van, ja, als je een 50.000 millisievert hebt, dus dat betekent 50 sievert, dat is wel ontzettend veel. Maar ja, in de buurt van een kernreactor, onbeschermd natuurlijk, komt het voor. Ja, dan heb je weinig kans om het te overleven. Ja. Van belang is, hoeveel heb je nou in totaal ontvangen? En dat is voor de ene beroepsgroep belangrijker dan voor de andere beroepsgroep. Bijvoorbeeld als je vliegend personeel hebt, dan sta je behoorlijk bloot aan straling, want je hebt minder bescherming van de atmosfeer, je zit gewoon hoger in de atmosfeer. En dan is belangrijk dus dat regelmatig gemeten wordt hoeveel straling je hebt ontvangen. Daar zijn ook normen voor en natuurlijk staat het ook weer in BINAS, ja, in dit geval hier in nummertje G. Ja, en hier staat dus bijvoorbeeld dat een willekeurig lid van de Nederlandse bevolking, die mag in totaal per jaar 1 millisievert ontvangen. Ja, dat is voor het totale lichaam. Ja, de ogen zelf, die mogen 15 per jaar ontvangen, hè, per jaar, hè, daar gaat het om. En ledematen of huid mogen 50 ontvangen. Ja. Als het van je beroep afhangt, dan is het wel even grappig natuurlijk, want dan mag je plots meer ontvangen. Hè? Dus als je bijvoorbeeld vliegend personeel bent, hè, dan heb je meer kans op straling. En dan zeggen ze van nou, dan mag je 20 ontvangen. Ja, dus dat is, en natuurlijk is het ook weer afhankelijk van de leeftijd. Ja, als je jonger bent, dan mag je minder ontvangen, omdat er dan meer schade kan optreden. Hoe meet je nou hoeveel straling je hebt ontvangen? Nou, een hele gewone goede manier is een stralingsbest dragen. Ja, heel veel personeel die bijvoorbeeld in de medische wereld met röntgenapparatuur werkt, of personeel die in kernreactoren werken, die dragen zo'n badge. Hoe werkt zo'n badge? Wel, zo'n badge, dat is in feite gewoon een doosje met een stralingsgevoelige film. Ja, die kan dus warm belicht. Om te voorkomen dat het ook wordt belicht door gewoon licht, gaat er een klein stukje mica voor. Ja, mica ondoorzichtig, kan geen licht doorheen, maar er kan wel alfastraling doorheen. Dat is dus één. Behalve mica heb je ook nog een stukje karton erin. En je hebt er ook nog een stukje lood in. Nou, als je dan bijvoorbeeld gammastraling hebt. Ja, gammastraling, ja, dat kan makkelijk door lood heen. Ja, beta-straling, die kan eenvoudig door karton heen. En alfastraling, ja, die kan niet daardoor heen, niet daardoor heen. Dus je kan alleen dit stukje doen. Oftewel, je kunt uit de maat van zwarting bekijken van hoeveel straling en welke straling iemand heeft ontvangen. De hoeveelheid zwarting erin kun je dan in een grafiek opzoeken. En hè, bijvoorbeeld 60% is zwart van een stukje. Dan zie je van, hey, 60% is zwart. Oh, dan heeft die persoon ontvangen een 2,5 millisievert aan straling. En zo kunnen ze dus zien hoeveel straling iemand heeft ontvangen. En als het te veel is, dan moet iemand dus even op een andere afdeling werken, omdat hij zijn stralingsdosis al heeft opgemaakt. Een andere manier
om straling te meten. En een directe manier, want let op, hè, die stralingsbadge, die kan pas aantonen hoeveel straling is nadat de stralingsbadge is ingeleverd en een film is ontwikkeld. Dat is met een Geiger-Müller-teller anders. Een Geiger-Müller-teller die geeft meteen aan of er straling is of niet straling is. Hoe ziet zo'n Geiger-Müller-teller eruit? Het is een metalen doosje. En de buitenkant van het metalen doosje die staat onder spanning. En die spanningsbron hier, ja, die is dus verbonden met het doosje. En de andere deel van de spanningsbron, die is in het doosje. Ja, en hier zit gas tussen. En het is wel een behoorlijke hoeveelheid spanning. Maar dat gas dat geleidt niet. Dus er loopt geen stroom. Ja, nou, dan krijg je dat er hiervoor weer diverse zaken voor kan worden gezet. Bijvoorbeeld mica. Ja, als je hier mica voor zet, betekent dus dat alle straling erin kan komen. Dus ook alfa. Je kunt er een stukje karton voor zetten. Dan weet je zeker dat er geen alfa straling bij komt. Maar beta en gamma straling wel. Ja, en je kunt ook bijvoorbeeld aluminium voor zetten. En dan weet je zeker dus dat de beta er niet meer doorheen komt en dat je alleen maar gammastralingen doorheen kunt komen. En met rood kun je dus het voor zorgen dat je alleen maar hoogenergetisch gammastraling er doorheen kunt krijgen. Nou, je doet er een straling op en die straling die komt dan door het venster heen en die zal in het gat een atoom ioniseren, want het is ioniserende straling. Dat betekent dus dat de straling een elektron vrijmaakt. En een elektron zal dan betekenen dat het gas binnenin kan geleiden. Dat betekent dus dat er een stroompje gaat lopen. En zodra er een stroom gaat lopen, ja, dan zal dus in deze weerstand een spanning komen te staan. Ja, spanning, want U is I keer R. Dus hier komt spanning over te staan. En dat betekent dus dat er een tik bij komt. En dat hoor je dus, zo'n getik. En dan weet je van, hé, er is straling. Goed, tot zover de straling en het gevaar. Nou, gelukkig zijn er ook nog leukere dingen in het wereldje te bekennen. Ik zou zeggen, tot ziens. Dit was het einde.